En de vraag is, als dat zo is, dat AZ kampioen wordt, gebeurt dat dan vandaag? Om 16:30 was de aftrap bij PSV Ajax. Als Ajax niet wint, dan is AZ dit weekende alsnog kampioen. En PSV moet ook winnen om in de race te blijven voor rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. AZ verloor dus gisteravond. Hoe kwam dat aan bij Marco van Basten? Aangenaam verrast, ja. Ook voor ons interessant, gunstig, goed. Maar bij ons ligt de prioriteit wel op de tweede plek. Twente speelt daarin bij ons de belangrijkste rol. Die hebben verloren bij Feyenoord. En het is nu aan ons om hier in Eindhoven een goed resultaat te halen. Er is nog een heel dun klein kansje voor de kampioenschap. Geloof je daarin? Nou, ik denk dat wij ons gewoon eerst moeten focussen op deze wedstrijd vandaag. En als we dit overleven, want het zou moeilijk zat worden, dan kijken we wel weer eens verder. PSV begint met Isaacson in het doel. De vier verdedigers zijn Salcido, Bruschet, Marcellus en Colina. Simons en Mendes zijn de controlerende middenvelders. Affolai speelt dicht achter de spitsen. En die aanvallers zijn Djutjak, Toivonen en Amrabat. Ajax heeft Vermeer in de goal staan. Vier man in de verdediging. Vermalen, Oleguer, Wilaert en Van der Wiel. De middenvelders zijn dan Aissati, Anita en Eno. En voorin spelen Emanuelsson, Svitanic en Suarez. Iets voor 16:30 vanmiddag kwamen de spelers van PSV en Ajax het veld op. En onder hen bij Ajax nu Ismail Aissati, ex-PSV. Even ten Apel is de commentator. Zevende minuut, Oleguer. Emanuelsson. Ajax begint goed aan de wedstrijd. Het is natuurlijk een heel andere wedstrijd. Nu AZ gisteren verloren heeft. Suarez. En de kopbal die net overgaat. De kopbal van Svitanic. Die kleine Argentijn tussen twee PSV-verdedigers in. Kan toch nog koppen. Want zo groot is hij niet hoor. Die nummer 20. Marcellus. Affolai. In duel met Aissati. Die het duel weliswaar wint. Dan gaat Mendes er fel in. En Mendes gaat op de bom. De eerste kaart in de wedstrijd. En de toon is gezet. Vermalen. Emanuelsson. Anita. Anita opnieuw. Aissati nu stuurt Suarez weg. 13e minuut. Suarez. Vrije trap. Overtreding Salcido. Ja, iedereen denkt, zeker in dit stadion en alles wat rood-wit is, dat Suarez zich altijd laat vallen. Dat het een duikelaar is. Maar hij wordt hier wel degelijk geraakt. Eens een dief, altijd een dief. Dat gaat dus op voor Suarez. Emanuelsson en Isaacson grabbelt, Vermalen. En nog altijd mogelijkheden voor Ajax met Oleguer. Onzeker optreden van Isaacson. Toivonen. Schudt Wilaert van zich af. Opent en krijgt een schop. En Wilaert dus een kaart. 10 duels ooit voor PSV gespeeld. Nu Ajax via Twente. Geel voor die schop op Toivonen. En Wilaert is de volgende wedstrijd geschorst. De wedstrijd dus tegen AZ. Vrije trap Mendes. Simons. Amrabat. Vermeer. En dat is een penalty. Jazeker. Overtreding van Vermeer op Salcido. Vermeer en Vermalen kunnen praten wat ze willen tegen Wegereef. Vermeer krijgt ook nog geel. En zo brandt de discussie over de keeper bij Ajax toch weer los. Deze bal moet Vermeer klem vast hebben. Dat heeft hij niet. En dit is een penalty. Hij pakt Salcido. Simons, de aanvoerder bij PSV, is de man van de penalties. Trouwens ook de aanvoerder van Ajax. Vermalen is een Belg. En Vermeer stopt die penalty van Simons. Wat een ontwikkeling. En maakt zijn fout dus goed. Geweldige reflex van Vermeer. Mendes.
Doet Jacques. Vrije trap PSV. En een preek voor Aizati. Een flinke afstand, een meter of 35 schat ik. Afvalai zal de bal kort spelen naar Doetsjak. Het schot van de Hongaar en Vermeer. Mendes. Doetsjak. Mendes kan ook uithalen en kan dat goed. Mendes! Ja, binnenkant paal. En een goal, 1-0. Zelfs hier eerst de flitsende reactie van Vermeer op de vrije trap van Doetsjak. Maar tegen deze knal van Mendes is zelfs Vermeer niet bestand. Zuiverder kan niet. Via de binnenkant van de paal. Pats, boom, raak. Gejuich in Eindhoven, maar ook in Alkmaar. Anita, de meest defensieve middenvelder, de controleur zeg maar. Eindelijk heeft Van Basten dus een ideale middenveld gevonden. Eno, Anita en Aizati. Suarez stuurt Van der Wiel weg, die even ontsnapt is daar, die bek. Aizati komt er niet aan, Marcellus. Oleguer, Amrabat, Afellay, 2-0. Een razendsnelle omschakeling bij PSV. Wordt doeltreffend afgemaakt door PSV's topscorer Afellay, zijn 13e goal. Verdedigend gaat Ajax daar in de fout, een beetje gelukkig is het ook. Vermeer, Afellay. En het is voor de tweede keer raak. En in Alkmaar wordt nog harder gejuicht.